Yo mede-pyro's, tof en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Pyro Team Utrecht. In deze video gaan we het hebben over een hele dikke, gruwelijke mat van Zena. Maar, dit is de tofste mat die ik ooit heb gehad. Ik laat hem gelijk even in beeld zien. Hij is, zal het zijn, 10 meter lang of zo. En 500 schots, maar alleen maar dikke knallers. Dus, om even bij de imitaties te blijven. Hij gaat echt van boem, 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 boem. En dat heel lang. En dat door de hele wijk. Puur genieten. Dit ding kostte toen €45. Een hele toffe dikke mat. Als we die weer kunnen krijgen, zou ik hem gelijk bestellen, kopen. Komt ie aan. Even een filmpje uit de oude doos. Oh ja, wel één ding heel vervelend. Ik filmde niet zelf. Het was echt super slecht beeld. Denk het mooie beeld er maar even bij. Dat is jammer. Maar je hoort gewoon hoe gruwelijk deze mat is. We hadden een opgehangen aan de lantaarnpaal. Dat je het even weet. €45 Zena, haal hem terug. Kom op. Maar hij is niet klein. Ja. Ja, echt, hè? Ja, kijk uit de auto! 1,5 minuut. Kijk uit! Ik redden dan met die erop staat. Hij kijkt gewoon niet uit, hè? Kwaliteit was, zoals je zag, echt jammer. Dat was niet zo goed. Maar verder was het wel een hele gruwelijke mat. En als je het gejuich aan het einde hoorde, van de hele wijk, van de mensen in de buurt, dan weet je gewoon, dit ding ramde er helemaal op los. Het is ook een heel ander soort knallers als een hondhuisklap. Hondhuisklap is meer... Dat moet je niet thuis nadoen. En dit was meer... Dat je denkt van, hij is helemaal gek. Oké, duimpje omhoog. Tot volgende video. Het seizoen is begonnen. We gaan helemaal los. Veel video's op het programma. Winkels toe. Alles wat je kan bedenken. En dan extra, extra, extra. Want we hebben wat in te halen. Wat goed te maken. En dit wordt ons jaar.